Leuk dat u weer kijkt en welkom bij een nieuwe aflevering van Even Buurten. Deze week een keer iets heel anders. We zijn vandaag te gast op de Memento-beurs bij de Weijer in Boksmeer. Ja, ik vraag me af, wie komt hier nou naartoe en met welk doel? Kijkt u mee? Meneer Goemans, u bent initiatiefnemer van deze beurs. Hoe bent u tot dit initiatief gekomen? Een 10-jarig bestaan. 5 jaar geleden hebben we een concert gedaan, maar ik vond dat er tegenwoordig te veel concerten zijn. Als het gaat om mensen die ergens overlijden, of een ziekenhuis of een verpleeghuis of uitvaartondernemers. Dus ik denk, ik moet weer wat anders doen. In 2007 hebben we een hele goed geslaagde beurs gedaan, een beetje in deze setting. Maar die was iets kleiner. Nu zijn we nog wat breder uitgepakt, zeg maar. Dus dat was eigenlijk de reden om toch weer iets te gaan doen in de vorm van een beurs. En dan de naam, Memento? Die is verzonnen door de Weijer, want het was eigenlijk zo dat ik de Weijer benaderde om in deze locatie, omdat het een hele mooie, unieke locatie is, het te willen gaan doen. En toen had de Weijer zelf al ideeën met Marion Reefs. Die hadden een klein opzetje al, omdat ze dat willen gaan doen, en de datum was vastgelegd. En toen hebben we de handen in elkaar gestoken. En zodoende is het eigenlijk gekomen. En de naam Memento, die was al door Stella hier van de Weijer bedacht. Dus op zich mooi. U zegt het zelf al, Marion Reefs is dan ook een van de initiatiefnemers? Ja, die heeft het eerste initiatief genomen met de Weijer hier. En omdat zij een nieuw bedrijf heeft opgericht ter informatie van alles wat op het einde van de levensfase. Maar goed, je kunt dat dadelijk even zelf bezoeken als je wil. Dus zij is mede van de organisatie. 10-jarig jubileum. Heeft u in die 10 jaar tijd iets zien veranderen op het gebied van uitvaartonderneming? Heel veel, ja. De ontkerking is nog veel sneller gegaan als wat toen gedacht was. De kindersterftecijfers is enorm teruggegaan in Nederland, want Nederland lag heel erg hoog in Europa. Dat is natuurlijk een hele goede ontwikkeling. De persoonlijke invulling van uitvaarten is dat natuurlijk de kerk nog maar een beperkte rol speelt. Is enorm groot geworden, dus daar ligt onze stukje verschuiving. Om daar meer met mensen te kijken naar locaties, invulling van diensten. En het wordt steeds op maat ingevuld, zeg maar. Heeft u hele aparte wensen gezien? Het zijn er zoveel dat ik niet zo meteen de eerste voorbeelden kan zien. Maar het is wel zo dat op de meest gekke locaties willen mensen een afscheidsbijeenkomst. Of het technisch cremeren onder andere is ook meer toegenomen. Dat mensen op een locatie afscheid nemen. En dat er dan nog alleen zeg maar, een moment gekozen wordt wanneer de directe nabestaanden met de overledene en ons de overledene begeleiden naar het crematorium waar verder niks meer dan is. Ik bedoel, alles kan tegenwoordig. Er is ook dus steeds meer mogelijk. Is dit ook het doel van deze beurs, om te laten zien wat er allemaal mogelijk is? Ja, absoluut. Is dat het doel om te laten zien, omdat ik denk van, ja, wij zijn de uitvaartondernemer, maar wij hebben denk ik door onze ervaring en door onze dagelijkse bezigheden met heel veel netwerken te maken van mensen die ook allemaal iets kunnen betekenen of toevoegen aan een afscheid. Dus uiteindelijk doe je het vaak met mensen samen. Dat kan zijn dat iemand die speciale foto's maakt of herinneringssieraden of het zijn allemaal dingen die kunnen uiteindelijk de uitvaart zelf of daarna een vorm krijgen waardoor die nabestaanden of het hele goed gevoel krijgen. De dood is voor veel mensen toch nog een behoorlijk moeilijk onderwerp. Ja. Wat verwacht u nu van de mensen die hier vandaag komen? Zijn dat mensen die op het moment zelf bezig zijn met de dood? Nee, die zullen er vast zijn. En ik weet dat een uitvaartbeurs, enerzijds is er een stukje nieuwsgierigheid, omdat er toch nog altijd een beetje een stukje mystiek achter zit of zo. Ik kan het precies niet uitleggen, maar dus dat is zo. En als je de drempel laag houdt, en dat hebben we ook zeker geprobeerd, dus door geen entree, door het een beetje luchtig te houden, mensen gewoon gratis een kopje koffie aan te bieden of vanwege het jubileum een petit voertje of zo. Ook wat leuke muziek, ook jong talent erbij, om het zodoende een beetje ook niet alleen maar droevig te maken. En het hoeft ook niet alleen maar droevig te zijn. Het gaat erover dat mensen denk ik na een afscheid een goed gevoel overhouden. En dat geeft troost. Dankjewel, we gaan een kijkje nemen. Ja, succes. Bedankt voor de komst. Ik kom net binnenlopen, dus ik heb nog niks gezien. Dan heeft u wel een verwachting. Wat verwacht u ervan? Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik van moet verwachten. Want ja, mijn man zei van, we zullen eens gaan kijken. Maar ik had ze van, ja, ik weet het eigenlijk niet. Dus ja, laat me even over me heen komen. Gewoon nieuwsgierig? Ja, nieuwsgierig, ja. En u? Ook wel een beetje nieuwsgierig. En ook een beetje de ervaring die we zelf hebben gehad. Om zelf een 4-jarige zoon is overleden, daar hebben we nog heel veel aandacht aan besteed, daar waar we nooit geen spijt van hebben gehad. Ja. Onder andere film hebben we toen laten maken. Hebben we eigenlijk toen, en dat was misschien ook wel een beetje de reden dat... Lijkt me dan ook wel heel moeilijk om hier rond te lopen.
Ja, van de ene kant is dat natuurlijk moeilijk. Maar van de andere kant is het wel heel belangrijk voor, om toch te zien dat dat belangrijk is met een uitvaart. Dat je daar aandacht aan besteedt. Dat je er later toch ook weer, ondanks alles, veel plezier van hebt. Want hoe lang is dat geleden van uw zoon? Is het in 2000 geweest. Was er toen al veel mogelijk? Toen wisten we het niet, maar zijn we eigenlijk geadviseerd ook door onder andere begrafenisondernemer. Die zei, je moet er een film van laten maken van de uitvaart en van de kerk en alles. Maar toen zei ik, film, dat zie ik nog even niet zitten. Ja. En toen hebben we echt fotoreportages gemaakt en eigenlijk alles gedaan wat we konden doen. En een hoop mensen die vonden dat eigenlijk toch wel een beetje dubbel allemaal. Maar achteraf hebben wij daar nog steeds hele mooie herinneringen aan. Dus, achteraf bent u blij dat u dat advies heeft opgevolgd? Ja, absoluut. Ja. U kijkt daar ook met een goed gevoel op terug? Ja, eigenlijk wel. We hebben alles gedaan wat we konden doen. En daar hebben we nog steeds dat gevoel. Ja. Nou, dat is een goed teken. Ja, vind ik ook. Ja. Dus, mooi. Nou, succes en een beetje sterkte vandaag. Ja, dat komt goed. Dankjewel. Ja, dankjewel. U staat hier met urnenvanhout.nl. Ja, dat klopt. Is dat bijzonder? Dat is heel bijzonder. Het zijn urnen gemaakt van inlands eiken. Worden geleverd netjes met een aszak. En ze zijn modulair opbouwbaar. Dus je kunt door middel van ringen bijvoorbeeld ook een duo-urn maken. En voor de mensen die een urn wat beladen vinden in huis, kun je er een extra ring op krijgen. Daar kan dan decoratie met een kaarsje of spullen voor de overledene. Of je maakt er een lamp van. En dan is die urn inclusief een kap als lamp. Ja. Maar wordt dat veel verkocht, een houten urn? Ja, hout is natuurlijk een heel warm materiaal. Ja. En dat heeft het voordeel, het kan in huis, maar het kan ook bijgezet worden in een columbarium. Maar het kan ook begraven worden. Op begraafplaats, Weversloo. En dan wordt hij begraven. Omdat het onbehandeld eikenhout is, wordt hij begraven. En lost de as met het hout in ongeveer 20, 25 jaar op. Merkt u nu ook dat er steeds meer mensen voor een crematie kiezen, dus voor een urn? Ja, je ziet dat het aantal crematies wordt steeds meer. En dus het aantal urnen ook. En dan is het goed dat er heel veel keuze is. Wat is de verklaring daarvoor? Dat steeds minder mensen ervoor kiezen om begraven te worden? Ja, ik heb er zelf niet echt een verklaring voor. Behalve dan dat cremeren natuurlijk algemeen wat bekender is geworden. Het heeft wellicht ook wat met het geloof te maken, ik weet het niet. Maar het stijgt inderdaad wel, ja. Een waterurn is een bronzen tuinornament waarin de as van de overledene gaat, waar ruimte is voor de as van twee overledenen. Dat kan gelijktijdig, dat kan ook naar een x aantal jaren. En waarin het hemelwater, de regen, de as in ongeveer 10 jaar tijd teruggeeft aan de aarde. Die mag je plaatsen in je eigen tuin. Je ziet nu steeds meer mensen kiezen voor crematie. Ja. Dat is al lang niet meer om prijs, om financiële redenen of om geloofsredenen, maar ook steeds meer is er nu een hele generatie die heel bewust de kinderen niet de verplichting wil opleggen van het kerkhof, de verplichting die eraan vastzit. Het is toch 10 jaar onderhoud, 20 jaar onderhoud, afgezien van het financiële plaatje. Maar die wel graag een plaatje willen hebben waar ze toch naartoe kunnen. En is dit dan vrij nieuw? Dit bestaat al 16 jaar. Het heeft in 2006 de International Funeral Award gewonnen. Wat de auto van het jaar is voor de autowereld, is dit voor de uitvaartwereld. Alleen ga je daar het journaal niet mee halen. Nee. Dat krijgt toch helaas allemaal wat minder bekend. Het is ook wel logisch. Het is gelukkig, en dat zie je zeker vandaag, allemaal wat bespreekbaarder geworden, wat toegankelijker geworden. Het is wat minder van de mensen af. Want hoe komen mensen bij een waterurn terecht? Wordt dat door een uitvaartonderneming op... Uitvaartondernemingen die hem opnemen in hun assortiment. Het is en blijft helaas nog steeds een groot onbekend geheel, omdat er zo vreselijk veel, met name op crematiegebied, de laatste jaren extra wordt aangeboden. Luchtballonnen, asverstrooiing, tatoeages, schilderijen. Je kunt van de gemiddelde uitvaartondernemer ook niet verwachten dat hij alles bij kan houden. Dit is er inmiddels 16 jaar en het begint nu heel langzaam in de volle breedte bij wat meer mensen bekendheid te krijgen. Wat brengt u nu vandaag toch naar een uitvaartbeurs? Nou, gewoon eigenlijk een beetje nieuwsgierigheid naar de eerste plaats naar de collega's. En er zijn toch altijd wel nieuwe dingen. U zit zelf ook in de uitvaartbranche? Ja, ik werk erin. Ik doe hoofdzakelijk overbrengen, verzorgen, thuisopbaringen. En politiemeldingen rijden en zo. Wat verwacht u te zien vandaag? Geen idee. Nee, helemaal niet. Nee.
iets unieks? Nou, nee, denk ik niet. Denk ik niet. Maar, hoe lang bent u zelf al werkzaam in die branche? 13, 14. Ja, zal ik maar zeggen 15 jaar, ik weet niet precies. Ziet u dan een verschil met 15 jaar geleden? Jawel, jawel. Wat valt voornamelijk op? Het grote verschil is dat bijvoorbeeld de uitvaarten worden wel aanzienlijk minder. Meer crematies. Dat is wel het hele grote verschil. Het andere verschil is dat er mensen maken meer keuzes in uitvaartkisten. Zoals je hier ziet, staan ook heel verschillende modellen en types. Dus waar mensen die gaan echt meer shoppen daarin. En vroeger was het allemaal veel meer standaard, om het zo maar te zeggen. Ja. Nu zie je echt wel, zie je daar wel verschillen in. Ja. Omdat u zelf eigenlijk altijd in die branche betrokken bent, heeft u dan zelf ook al helemaal voor ogen als het uw tijd is, hoe u het wilt hebben? Dat hebben wij op papier staan, ja. Op papier staan? Ja. Maar dat kan dan bijvoorbeeld dat u dat over 5 jaar weer aanpast? Dat kan best zijn. Dat ligt eraan, maar uiteindelijk weten wij wat onze wensen zijn. Zelfs de kinderen weten wat onze wensen zijn. Maar merkt u dat u bijvoorbeeld inderdaad 10 jaar geleden er anders over dacht dan dat u er nu over denkt? Ik denk, misschien dan vroeger, maar omdat je langzaamaan in een wereldje komt, ga je ook dingen anders zien en anders beleven en anders naar kijken. En omdat je toch meer in dat wereldje terechtkomt en dan ga je ook misschien wel eens ooit te nuchter naar dingen kijken. Te nuchter juist? Ja, ook wel eens ooit te nuchter. Ja? Hoe komt dat? Ik ben er heel simpel in. Voor mij hoeven al die dure poespas, hoeven mij niet. Ik zeg simpel, kort en krachtig. Ja. Ze hoeven mij niet te vertellen dat ik nog eens een hele goeie was. Dat hebben ze al 100 keer verteld. Ja. Maar als u hier zo om u heen kijkt, en dan weet ik natuurlijk niet of u graag gecremeerd zou willen worden of begraven, maar heeft u dan zoiets van, nou, zo'n kist hier, daar zou ik wel in willen liggen? Nee, echt niet. Absoluut niet. Doe maar gewoon. En ik hoef al die poespas niet. Ik zeg al meteen, breng me meteen naar het crematorium. Ik vind het prima. Maar het valt mij wel op dat jij vandaag waarschijnlijk de jongste bezoeker bent. Ja? Ja. Echt? Ja, wat vind je hiervan dan? Heel bijzonder, want je ziet gewoon kisten waar ook soms mensen, want mijn opa ligt ook begraven. Ja. En dan ben ik een keer wezen kijken en we kwamen ook oma tegen. En de jongste zoon van oma, die ligt er ook begraven. En jij vindt het niet moeilijk om dan over de dood te praten? Nee. Nee? Nee. Want als je hier dan zo om je heen kijkt, zie je allemaal verschillende soorten kisten. Ja, en ik heb gezien hoe dat er van binnen uitziet. Ja. Ja. Dus je bent er eigenlijk wel nieuwsgierig naar? Ja. Want ik denk, ik zie hier een beurs, dus ik zeg, ik wil er meteen naartoe kijken, ik wil het zien, ik wil weten wat dat is. En met wie ben je hier dan? Met mam en een papa. Ja. Een aap? Ja, dit is mijn aap. Kijk, dit is de televisieaap. Oh, hi. Nou, dan hoop ik dat aap nog heel lang gaat leven. Ja, die gaat gelijk met mij dood. Ja. En dan gaan mijn kinderen een hele mooie grafkist bestellen met goud en zilver en een harp erop. Ja, want jij weet dus wel al, dan zou jij graag begraven willen worden. Ja. Ja, maar weet je ook wat cremeren is? Ja. Ja, maar jij kiest voor begraven. Ja, want dan kan iedereen mij zien, want heel Wel kent mij, heel Welleloy en heel Bergen die kent mij. En die komen dan allemaal afscheid nemen van jou? Ja. Nou, jij hebt het wel helemaal voor ogen, ja. Ja, ik... En als je dan zo om je heen kijkt, wat zou dan de kist moeten worden? Eigenlijk zo'n kist, maar dan met goud en zilver en een harp moet er dan opgetekend zijn. En met heel veel goud. En heel veel knuffels? Ja. Alle knuffels die ik heb, die moeten erop komen. Die mogen mee? Ja, en Aapje komt er lekker bij mij in. En heb je dan ook nog voorkeur dat er bepaalde bloemen op de kist moeten? Ja. Of liever ballonnen, zoals hier achter jou? Doe maar een paar ballonnetjes en een paar bloemetjes. Nou weet je, ik hoop dat dat nog lang, lang, lang niet gaat gebeuren. Ja, want ik denk dat ik 1000 jaar oud ga worden. Ik denk het ook. Ja, of nog ouder. Ja, 1000 jaar of ouder. Ja. Veel succes. Dank u wel. Nou, ik zie hier heel veel verschillende soorten kisten en ja, wat is dit nou? Dit is een gestoffeerde uitvaartkist en dan gestoffeerd aan de buitenkant.
En wordt daar veel gebruik van gemaakt? Nou ja, we zijn net een half jaar op de markt en dat wordt steeds meer. Mensen beginnen ons nu te kennen door de beurzen. En we staan in de vakbladen, we hebben heel veel contact met uitvaartondernemers. En we merken dat het enorm aan het groeien is en dat het heel goed ontvangen wordt. Dus het gaat eigenlijk als een speer door het hele land. Hoe bent u erbij gekomen dan? Nou, wij deden al iets met stoffen. En we merkten dat stoffen iets doet met mensen. Mensen gaan het altijd aanraken, gaan altijd aaien. En het lijkt wel alsof het een soort van geluksgevoel geeft. En we hebben op een gegeven moment zitten brainstormen van, nou, wat kunnen wij nou met stoffen, in welke branche, en dan in een branche die altijd maar doorgaat. Nou, we hebben daar een middagje aan besteed en kwamen uiteindelijk op de uitvaartbranche terecht. En dan hadden ze iets van, nou, we gaan kisten bekleden met stof. Want hoe komt u dan terecht bij deze beurs vandaag? Daar zijn we voor gevraagd. Ja. En het leek ons wel een heel goed idee, gezien mensen veel steun kunnen putten uit een tatoeage ter herinnering aan een overleden iemand. Gebeurt dat vaak? Ja, dat gebeurt regelmatig. En welke doelgroep zijn dat dan? Voornamelijk jongeren? Nee, dat varieert van jong tot oud, 18 tot 70, 80. Echt waar? Ja. Ja. Het is, iedereen verliest wel een keer een dierbare. En ja, ieder uit dat op zijn eigen manier. En er zijn regelmatig mensen die kiezen voor een tatoeage. Maar bent u dan gespecialiseerd in nagedachtenis-tatoeages, moet ik het zo noemen? Nee, we maken allerlei tatoeages en daar zitten ook nagedachtenis-tatoeages bij, om ze zo te noemen. Ja, wat wij doen is, we hebben kamerschermen, maar hele speciale. Ik kan het je laten zien. Laat maar zien. Toch. Wat wij doen, we toveren dus vanuit een pakket van 5 centimeter kamerschermen van 5 meter. Dat gaat als volgt. Zoals je ziet hebben we nu een pakketje van 5 centimeter. Ja. En... Oh, pardon. We trekken hem uit weer tot een kamerscherm van 5 meter. Maar wordt er nou veel gebruik van gemaakt dan? Elke ruimte die opnieuw moet worden ingedeeld kan je op deze manier doen. Dus waar traditionele kamerschermen niet volstaan, kan dat op deze manier heel eenvoudig en heel snel. Dus dan eigenlijk dus nog nieuw in de uitvaartbranche? Nu zo'n 3 jaar actief. En ik kind aan huis bij veel uitvaartcentra. De stichting Ambulancewens, ook aanwezig op de Memento-beurs. Wordt er veel gebruik gemaakt van deze stichting? Ja, klopt. We zijn een landelijk opererende organisatie met 7 voertuigen, 7 ambulances. Speciaal ingericht, luxer uitgevoerd, Brancaris luxer. En dan worden dagelijks worden de wensen vervuld. Wat voor wensen komen er nou binnen? Wensen kunnen heel uiteenlopend zijn, van een dagje naar de Efteling tot mensen die nog graag hun geboortehuis een keertje willen zien. Een bezoek van een dierentuin, heel uiteenlopend. De organisatie richt zich niet op een bepaalde leeftijdsgroep, het is voor alle leeftijden. En alles is mogelijk, of heeft u ook wel eens meegemaakt van nee, dit kan niet? Ik heb nog nooit meegemaakt dat de wens niet vervuld kon worden. En waaruit wordt het project gefinancierd dan? Dat wordt gefinancierd vanuit fondsen, donaties, sponsoren en giften van mensen en instanties. Prachtige auto's, ja, hier om ons heen. Ja, dankjewel. Wordt daar nou veel gebruik van gemaakt? Helaas met regelmaat, want dit is een kinderrouwauto speciaal voor kinderkistjes. Met een maximale lengte daartoe. Vaak gaat het dak open, komen er ballonnen uit, witte ballonnen, aan de kist vergrendeld. En daar worden deze auto's voor gebruikt. En dan kunnen ze kiezen uit een assortiment auto's? Ja, we hebben verschillende assortimenten. We hebben onder andere de Fiat 500, we hebben de Daimler, we hebben de standaard auto's. En we kunnen eigenlijk in alle wensen voorzien. En als ik nou naar deze kijk? Ja, dat is een Daimler. Door wie wordt daar nou inderdaad gebruik van gemaakt? Vaak zijn dat er wat oudere mensen en die van tevoren toch nagedacht hebben voordat ze... overleden zijn, welke keuze auto's wouden gebruiken en vaak kiezen ze dan voor dit soort auto's. Want merkt u dat inderdaad mensen zelf er al vaak over na hebben gedacht, dus dat het de wens is van de overledene? Ik denk dat het taboe over het overlijden weg is en dat mensen vaak al bewust van tevoren, vooral wanneer mensen terminaal of weten wanneer ze komen te overlijden, vaak al van tevoren hun wensen kenbaar maken bij familie en nabestaanden en dan vaak ook dit soort auto's kiezen. Ja. We willen graag even weten wat u van de beurs vindt. Ik vind het een erg goede beurs. Ja? Goed georganiseerd. Bent u al helemaal rond geweest? Ik ben al helemaal rond geweest. Ja,
En wat viel op? De diversiteit. Niet alleen urnen en kisten en dat soort zaken, maar ook speciale wensen die je kunt doen. Gedenkboeken, noem het maar op. En dat vind ik wel... Je krijgt een mooi totaal beeld eigenlijk van wat er te doen is. En waarom had u zoiets van, ik ga die beurs bezoeken? Nou, niet eigenlijk om die beurs te bezoeken, maar om haar te zoeken. Zij was al hier. Ja. Maar nou ben ik toch eigenlijk wel overstag gegaan. Ik heb hier en daar wat gekeken en wat foldertjes meegenomen. Maar... Want vindt u dat een moeilijk onderwerp? Ja, het komt er dichtbij. Ja. Nu even. En ik was niet van plan om het te doen, maar nou ik er ben, dan ben je toch... Wel... Is het rustig. Het is niet eng. Nee, en u? Want waarom bent u daarmee bezig? Bent u nieuwsgierig? Een collega van mij, een vriendin, staat hier op de beurs. Dus die kwam ik even opzoeken. Van welke stand? Marion Reefs, die ook de organisator is van de beurs. Oké, nou ze doet het goed. Ja. Ze doet het heel goed en het is prima verzorgd. Goede locatie ook trouwens, want we vinden de kapel erg mooi erbij passen. En ik vind iedereen kan een rondje lopen. Het is goed gedaan. Dit was het weer voor vandaag. Effe Buurten. Het was wel een bijzondere aflevering. Ik ben heel wat wijzer geworden op het gebied van de uitvaartbranche. Volgende week ben ik er weer, maar dan met een luchtiger onderwerp. Dan ben ik op de Lentefair in Haps. Kijkt u dan ook. Tot dan!